Sint-Niklaas is door kinderrechtenorganisatie UNICEF aangesteld als allereerste solidariteitsstad van België. Dat gebeurde toepasselijk in het Huis van de Sint. De titel is een belangrijke erkenning van de aandacht die de stad geeft aan kinderen, kinderrechten en internationale solidariteit. Het idee is langzaam maar zeker gegroeid om steden te vragen van kinderrechten extra in de verf te zetten en van het werk van UNICEF ook dichter bij de mensen te werken. En omwille van een goede relatie met Sint-Niklaas, maar ook omwille van een heel sterk kinderrechtenbeleid, zijn we zo bij elkaar terechtgekomen. De erkenning als solidariteitsstad vraagt natuurlijk ook een engagement tegenover het werk en de waarden waar UNICEF voor staat. Bestaande evenementen gaan gekoppeld worden aan UNICEF Solidariteitsstad, zoals de buitenspeeldag in maart, Villa Pace in september. Maar vooral is het de bedoeling dat wij gaan proberen om het middenveld, scholen en bedrijven in beweging te zetten om zelf initiatieven te organiseren. Op maandag 10 januari om 8 uur 's avonds gaat Sint-Niklaas van start als UNICEF Solidariteitsstad met een kick-off in de Stadsschouwburg. Het stadsbestuur doet een warme oproep aan verenigingen, scholen en bedrijven om initiatieven rond kinderrechten op te starten. Heb je een idee voor zo'n initiatief? Mail dan naar solidariteitsstad@sintniklaas.be. Das Pop, de bekende popgroep rond zanger Bent van Looy, toert op dit moment langs de culturele centra van Vlaanderen. Na de grote zomerfestivals longt voor het viertal weer de akoestische intimiteit van de theaterzaal. Op dinsdag 30 november staan ze in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. En ze brengen een strijkkwartet en een hele collectie akoestische instrumenten mee. Naast de bekende nummers wordt het publiek ook getrakteerd op thema's en songs die de groep maakte voor soundtracks en theaterproducties. A Lovely Evening with Das Pop. Dinsdag 30 november om 8 uur 's avonds in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Kijk voor meer informatie op de website ccsintniklaas.be. Van 22 tot en met 26 november vindt in de stadszalen de verkeersweek plaats voor de secundaire scholen van Sint-Niklaas. Leerlingen maken er op een interactieve manier kennis met het belang van veiligheid in het verkeer. Het thema dit jaar is alles onder controle. Maar blijkbaar is dat toch niet altijd het geval. Het blijkt dat onze leerlingen het wel weten, de wetgeving wel kennen aangaande het verkeer, maar ze gedragen er zich niet naar. Dus wij willen eigenlijk een sensibiliseringscampagne doen, waar dat er hier in de stadszalen vooral gewerkt wordt voor de derde graad, rond vier spookfactoren: agressief gedrag, onervaren zijn als chauffeur of passagier, onder invloed rijden en oververmoeidheid. Ik zit nu in een auto en andere leerlingen die gaan rond deze auto staan en ik moet zien door de spiegels of dat ik ze kan zien. Ik zie eigenlijk niemand. In een tuimelwagen ondervinden de leerlingen aan den lijve hoe belangrijk een gordel is. Dat is wel tof, want alles vliegt zo mee, uw benen, uw armen, dat was raar. Zo. Het leek niet echt zo een ongeval, het was meer echt zo een attractie in een overkop. Ja, maar ik zou toch liever in het echt niet meemaken. Sint-Niklaas is een scholenstad en dus hecht het stadsbestuur veel belang aan deze verkeersweek. Elke dag zijn er immers duizenden jonge voetgangers en fietsers op weg van en naar school. Het is belangrijk dat je zorgt dat jij de vrachtwagenchauffeur kan zien, dan kan hij jou ook zien. Fluovesten zijn heel belangrijk, maar die gelden pas op het moment dat je zichtbaar bent. Dat verhoogt je zichtbaarheid. Met een speciale bril ervaren de leerlingen hoe moeilijk het is om normaal te functioneren als je gedronken hebt. Je probeert de lijn te volgen, maar dat lukt langs geen kant. Dus, je focust je op de lijn, je kijkt ernaar en altijd ernaast. En het slot pakken was ook al moeilijk. Dus, zo heb ik het nog nooit gehad eigenlijk. Nu met de workshops merken wij dat er heel veel verhalen loskomen van ja, maar ik heb eens meegemaakt dit of ik heb eens meegemaakt dat. Dus ik hoop dat ze er eens over nadenken. De Verkeersweek is een initiatief van de scholengemeenschap Sint-Niklaas, het stadsbestuur van Sint-Niklaas, de lokale en federale politie, het Fietspunt en het BIVV.